Ik ben Tycho Gernand. Ik ben acteur en je kunt me kennen van films als Van Gottels, Baantje, Penosa. Ik maak ook documentaires als Tycho in de GHB of Tycho in de psychiatrie. Ik deed mee aan Mol 2014 en we waren toen in Hongkong en de Filipijnen. Suzanne Visser was de mol in mijn seizoen. En gek genoeg had ik haar al heel snel door. Ik ben best wel een energieke, drukke gozer die door het leven rent en ontzettend zin heeft in alles. En weinig slaapt omdat ik het leven gewoon veel te leuk vind en aan wil gaan. Ik heb wel het spel gespeeld met een strategie, maar meer het spel gespeeld op een buikgevoel. Ik ben nogal van het voelen van energieën en ik doe dat op mijn buikgevoel. En je sluit eigenlijk, was mijn tactiek, is mijn tactiek, want dat ga ik niet veranderen. Ik ben best ver gekomen in 2014. Is dat je eigenlijk mensen in je hoofd elimineert die het niet kunnen zijn. De karaktereigenschappen van een goede mol zijn, denk ik, je echt kunnen inblenden als een kandidaat. Als je dat kan, je bent eigenlijk een hele goede acteur. Het is echt een topspel als je hier de mol bent. Dat is heftig acteren.